Welkom bij deze video en wat goed dat je kijkt. Mijn naam is Luc Schipper en ik ben accountmanager bij Ewin. Deze video gaat dieper in op het instellen van een CPC-campagne in het Ewin-platform. Het doel van deze video is om jouw weg erbij te maken, zodat je straks zelf precies weet wat een CPC-campagne is en wanneer je deze toepast, waar je dit kunt vinden in het Ewin-platform en hoe je dit zelf kunt instellen. Maar laten we beginnen bij het begin. Wat is een CPC-campagne? Nou, binnen affiliate marketing of performance marketing wordt over het algemeen de publisher alleen beloond wanneer het doorgestuurde verkeer daadwerkelijk een transactie wordt. Nou, dit kan een sale zijn bijvoorbeeld of een lead. In het geval van een sale noemen we dat een CPA, dus een cost per acquisition. In het geval van een lead noemen we het een CPL, dus een cost per lead. Maar naast deze twee gebruikelijke commissievormen zijn er een aantal publishers die op CPC-basis werken. En CPC staat dan voor cost per klik. Wat wil het zeggen? De naam zegt het al. Je betaalt dus een klein bedrag voor elke klik die doorgestuurd vanuit de publisher. Nou, wanneer zet je zo'n CPC-campagne in? Een CPC-campagne zet je in bij publishers die alleen op basis van deze CPC-campagne werken. En over het algemeen zijn dit top-publishers die kwalitatief hoge bezoekers doorsturen. En de reden dat zij op CPC-basis werken is dat ze een zekerheid willen van de hoeveelheid commissie die zij hiervoor ontvangen. Twee voorbeelden, bijvoorbeeld boutique.nl, het relatief hoog segment fashion publisher, en bijvoorbeeld Tweakers, dus een vergelijkingssite voor elektronica. Nou, waar kun je dit nou vinden in het platform? Ik ga het met je doorlopen. Allereerst log in het platform, ga naar commissies en dan naar CPC-campagnes. En hier kan je dus een CPC-campagne toevoegen. Hieronder zie je de CPC-campagnes die op dit moment al actief zijn. We gaan er nu een nieuwe toevoegen als voorbeeld. Geef het een titel en het is goed om daar aan te geven van welke publisher het is. Dus ik noem het nu voorbeeld. Campagne publisher X bijvoorbeeld. Deze had ik al eerder ingevuld, dus die staat aangegeven. Nou, voor welke publisher? En dan pak ik even een dummy account. Bijvoorbeeld Achmea dummy account. Hier geef je aan welk commissiebedrag of welk CPC-bedrag je hebt afgesproken. En dit is iets wat je onderhandelt met een publisher. En vaak verschilt dat tussen de 10 en 30 cent. Laten we voor het voorbeeld nu zeggen dat we met deze dummy publisher een CPC-bedrag hebben afgesproken van 21 cent per klik. Vervolgens kan je aangeven of dat voor een bepaalde periode is. Je kan bijvoorbeeld een half jaar testen. Maar voor dit voorbeeld laat ik het doorlopen. Dus hij start met ingang van vandaag en hij loopt tot doorlopend. Nou, als je hem nu opslaat, dan wordt hij direct ingeschakeld. En zo simpel is het. Dus de CPC-campagne is direct actief. Let op, het is nu wel belangrijk dat je de CPA, de CPL-vergoeding, die standaardvergoeding van je percentage of je bedrag per lead, dat je dat uitzet voor deze publisher. Want deze publisher betaalt natuurlijk per klik. Dus die heeft niet nog een keer uit te betalen per lead of per sale. Hoe je dit precies doet, hebben we een andere video opgenomen. Dus als je niet precies weet hoe je dat doet, kijk dan naar de video commissies instellen en aanpassen. Nou, tot zover deze video over de CPC-campagne. Ik wil je hartelijk danken voor het kijken. Ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Wil ik nog even kort doorlopen wat we precies behandeld hebben. Dus allereerst, wat is een CPC-campagne en wanneer wordt deze toegepast? Nou, waar kun je deze vinden in het platform en hoe kan je deze zelf toevoegen? Ik hoop dat je hiermee aan de slag kan. Maar mocht je nog vragen hebben, schiet even je accountmanager aan. Die is vast bereid je te helpen. Voor nu, tot ziens.